We weten eigenlijk niet beter of er is een medicijn beschikbaar als we ergens aan lijden. In de kranten gaat het deze dagen vooral over het tekort van sommige medicijnen. Maar wat als je een ziekte hebt waar nog geen medicijn voor bestaat? Hans en Esther, jullie 11-jarige zoon Finn, die heeft een energiestofwisselingsziekte. Ja. En daarvoor is dat nu het geval. Er is op dit moment geen medicijn. Hans, toen Finn gediagnosticeerd werd, was het toen gelijk duidelijk voor jullie dat er geen medicijn zou zijn? Nou, het werd wel inderdaad wel meteen medegedeeld door de arts van luister, er is op dit moment geen vooruitzicht en ook geen medicatie. Dus ja, je staat dan natuurlijk een beetje met je rug tegen de muur zelf. Ja, en nu? Ja, want dus, Esther, ik kan me voorstellen dat slaat alles uit je handen. Hè? Want je hebt helemaal geen controle meer dan over wat je overkomt. Nee. Kijk, we wisten natuurlijk, het was pas 8 jaar was hij toen de diagnose kwam. Ja. Dus dat het geen griepje was, wisten we ondertussen echt wel. Alleen als je dit dan hoort, dan krijg je echt een klap in je gezicht. Ja. Zeker, ja. We hebben Finn gevraagd om een filmpje te maken voor ons. Om even te laten zien hoe zijn leven eruit ziet en waar hij precies last van heeft. Laten we even kijken. Hallo, ik ben Finn en ik ben 11 jaar. En dit is mijn hondje Lilo. En als ik niet één dag naar school ga, dan ga ik met Lilo chillen. En ik heb energiestofwisselingsziekte. En dat houdt in dat je benen heel vaak zeer doen. En hoofd en je buik. En ja, dan kan ik niet alles meedoen wat andere kinderen wel kunnen. En nu ga ik weer verder met chillen met Lilo. Doei! Oh, dat wordt lekker gechilled met Lilo. Ja, zeker. Ja, de hond is een grote vriend. Ja, dat is zijn knuffel. Ja. Dus, ja. Karin, jij doet onderzoek naar de farmaceutische markt. En dit probleem heeft ook jouw aandacht. Hè? Ja. Wat zijn nou de belangrijkste redenen dat er op dit moment geen medicijnen zijn voor een ziekte zoals Finn die heeft? Nou, zoals je net al zei, Finn heeft natuurlijk een zeldzame aandoening. Ja. En dat wilde zeggen dat er weinig patiënten zijn met deze aandoening. Ik begreep dat er ongeveer 900 kinderen zijn met de stofwisselingsziekte. Ja. Maar het zijn 600 verschillende soorten. Dus het is best moeilijk om daar goed onderzoek naar te doen. Want je hebt daar natuurlijk meer patiënten ook voor nodig. Ja. En daarnaast zie je ook dat natuurlijk de farmaceutische industrie die richt zich natuurlijk vooral op grote indicaties. Of meer omzet. En die, ja, het zijn commerciële bedrijven. Dus daar is dit eigenlijk geen markt voor. Dus er wordt weinig geld in geïnvesteerd. Ja, want is er dan een soort wetgeving rondom deze soort problemen? Ik bedoel, kan de overheid farmaceutische bedrijven dwingen om aan een bepaald medicijn te werken of onderzoek na te doen? Farmaceuten kan je natuurlijk niet dwingen. Het is wel zo, we hebben natuurlijk een recht op gezondheid. Ja. Dus als er iets beschikbaar is, dan hebben we als patiënt, als burger, is dat vastgelegd in de grondwet dat we daar eigenlijk recht op hebben. Dus we hebben recht op goede zorg, goede behandeling, optimale zorg. Maar dat betekent dat er moet iets zijn. Er moet iets zijn. Ja. En dat is het op dit moment niet. Wat we nu wel zien is dat de overheid en ook Europese Unie, die geeft wel subsidies om dit soort onderzoek te stimuleren. Maar dat zijn dus niet de fabrikanten. Nee, dus je bent afhankelijk van subsidies? Ik ben afhankelijk van subsidies en van onderzoekers die hier een soort passie in hebben. Die zeg maar zeer gemotiveerd zijn om hier iets in naar te doen. Nu wordt er op dit moment wel veel onderzoek gedaan naar een medicijn waar Finn eventueel aan wat zou kunnen hebben. Hè? Maar het is alleen nog maar de vraag of het er komt. Ja. En of jullie het dan uiteindelijk ook kunnen betalen. Esther, wat zou dat medicijn kunnen betekenen? Nou, het is namelijk zo dat het zijn mitochondriën, het zijn energiefabrieken, die gaan steeds verder achteruit. Het is een progressieve ziekte. En dat medicijn is dan zover dat het in ieder geval stopt. Dus de achteruitgang stopt. Wat we nu tot nu toe alleen nog maar hebben is kunst en vliegwerk. En dat, zo noem ik het altijd. Dat zijn gewoon supplementen en vitamines en pijnstillers. En meer kunnen we op dit moment niet doen. Dus de medicijnen die jullie nu hebben zijn alleen maar bedoeld om het gewoon wat draaglijker te maken? Ja, inderdaad. Ja, dat maakt het dus ook moeilijker, hè? Ja. Want de toekomst is onzeker. Dus je weet niet hoe jouw toekomst eruit gaat zien. Dat weet natuurlijk niemand, maar in ons geval is dat wel heel erg lastig. Ja, en je hebt dan eigenlijk zelf helemaal niet meer het heft in handen. Dus hoe blijven jullie dan sterk? Waar halen jullie de positiviteit bij vandaan om door te kunnen gaan? Ja, het is vooral waar we nou gewoon mee bezig zijn, is gewoon acties houden. Hè? Dus dat is wel heel belangrijk om te zorgen dat er... Ja, ook wij doen acties met geldinzamelingen. Dat we zoveel mogelijk geld kunnen genereren. Ja. Want dat is gewoon nodig. Ja. Want er is gewoon te weinig geld om inderdaad een onderzoek te kunnen leiden. Ja. Onderzoek kost zo verschrikkelijk veel geld. Ja, daar moet gewoon geld voor komen, waardoor we dus acties gaan doen. En, het lichtpuntje wat bij ons natuurlijk is ons gezin. En daar hoort Finn net zo goed bij.
Wat dat betreft is Finn eigenlijk een groot voorbeeld voor ons. En die is altijd positief. Hoe slecht zijn dag ook is, dat ik echt denk van... oh joh, zoveel pijn en zoveel vervelende dag. Zou eigenlijk niks kunnen doen. Ja. En dan toch maakt hij er een gezellige dag van. En is het eigenlijk mijn lat die ik te hoog heb liggen... om voor hem een goede dag te hebben. Terwijl hij veel eerder tevreden is. Ja. Je ziet ook, s'nachts heb je zondevoeding. Ja. En overdag, soms gaat het ook minder. En dan moet hij die flesjes drinken. Ja. Speciale drankjes die niet... Die zijn niet lekker. En dan heb je zo'n heel flesje. En als je een half hebt, dan denk je van... nou, ik zit al propvol. Ja. Want Karin, dit is een beetje de realiteit dus voor kinderen zoals Finn nu. Dat er alleen nog maar medicijnen zijn om het draaglijker te maken. Om draaglijk te maken en pijn te bestrijden. En inderdaad om weer energie met voeding op gewicht. Want hij was 2 jaar niet gegroeid bijvoorbeeld. Ja. Dus dat soort dingen. Ja. Het is namelijk zo, die energie, hij heeft heel veel energie nodig. Hè? Dus hij moet heel veel calorieën hebben. Dus vandaar dat hij die zonnevoeding 's nachts moet hebben. Hij wordt continu maar verbranden. Dat is hij continu aan het doen. Ja, en dat het is heel moeilijk om dat allemaal binnen te krijgen. Ja, en dat is gewoon heel lastig. Ja. Karin, wat zou er nu moeten gebeuren? Onderzoek is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Wat we dus eigenlijk zien is dat er heel veel onderzoek gebeurt, ook in heel de wereld. Ja, we kijken nu met name naar Nijmegen, waar onderzoekers bezig zijn, artsen bezig zijn. Maar ook in Amerika bijvoorbeeld, in Canada, zie je ook allemaal studies lopen. En eigenlijk zou het heel belangrijk zijn om daar veel meer kennis met elkaar te delen. Dat gebeurt ook eigenlijk op sommige vlakken nog heel weinig. Er gebeurt veel te weinig. Iedereen is met een bepaald stofje bezig om te kijken of het iets doet. Maar als je natuurlijk meer kennis zou uitwisselen... want wat vinden we een bepaalde type energiestoffingsziekte. En misschien lopen er wel 10 in Amerika rond. En dat lopen ze natuurlijk ook vast. En daar zou je ongelooflijk veel aan hebben om die informatie te kunnen delen. En denk wederzijds. Dus ik denk dat er veel meer, we noemen dat een soort open source... Dus dat je in plaats van wat je ontdekt voor jezelf te houden... dat je het veel meer gaat delen en dat je ook anderen laat toepassen. Ja. En waar richten jullie je nou op de toekomst? Wat zijn voor jullie belangrijke momenten? Met gunst en gewoon met de dag leven. Ja? Ja, ik durf... Kijk, als je weet dat 70% wordt niet volwassen. Onze Finn schaar ik bij de 30%, omdat ik gewoon hoop doet leven. En daar houden wij ons aan vast. Ja. En we hopen inderdaad dat... de medische wereld. Kijk, er is heel veel bekend in het buitenland. Maar is voor ons ongrijpbaar als een arts daar niet inzage in heeft. En achteraan wil en kan en durft. Hè? Dat moet ook nog kunnen, inderdaad. Laten we hopen dat dat heel snel gebeurt. Ik wens jullie heel veel sterkte en succes. Dankjewel voor het delen van jullie verhaal. Dankjewel. Vanochtend in koffietijd zagen we freerunner Johan op de stip. En nu maken we kennis met een tricker.